weer, hè. Dat is echt wel weer voor dit soort auto's. Dat je lekker binnen zit, stoelverwarming aan. Overigens ook stoelventilatie in deze BMW X5. Welkom, leuk dat jullie kijken. BMW X5 F15 Occasion aankoopadvies. Bouwjaren 2013 tot en met 2018. Strikt genomen, als je onderuit zou kijken, is dit meer een grote facelift van het vorige type, de E70 X5, dan dat het een helemaal nieuw model was. Dat heeft overigens wel grote voordelen. Voor de fabrikant minder ontwikkelkosten. Voor ons als autorijders vaak ietsje betrouwbaarder, meer uitgerijpt concept. De foutjes die in de vorige generatie zitten, die hebben ze natuurlijk al opgelost. En ze hebben weinig nieuwe fouten geïntroduceerd. Nou, of dat ook echt zo blijkt te zijn, dat gaan we zo zien bij de aandachtspunten natuurlijk. Even nog algemeen over de X5. Dit is de derde generatie X5. Inmiddels is er ook al een vierde generatie. BMW was er vroeg bij eigenlijk, eind jaren 90. Heeft ook geen windeieren gelegd. Ze waren natuurlijk niet de eerste met SUV's en crossovers. Maar ze hebben dat op zich natuurlijk wel goed gedaan. Ja, dit zijn gewoon prettige auto's. Hè, om het hele gezin mee te vervoeren. Optioneel zelfs als 7-zitter leverbaar. Let wel, niet de plug-in hybride en ook niet de X5M. Maar ook als 5-zitter natuurlijk echt een hele ruime auto. Veel ruimte op de achterbank. Grote kofferbak. Lekker veel ruimte voorin. Ja, echt wel een briljante auto. Natuurlijk wel hoog en zwaar. Dus alleen maar dikke motoren in principe geleverd. Hele rits aan diesels, allemaal 3 liter groot op de 2 liter 4 cilinder na. En ik zou kunnen zeggen, allemaal vierwielaandrijving op die 2 liter 4 cilinder na. Die was ook als achterwielaandrijver leverbaar. Plug-in hybride, nog niet een super zuinige, eigenlijk niet zo'n waanzinnig groot accupakket. En een aantal lekkere benzines. Maar je zal zien, het aanbod is natuurlijk vooral diesel wat je veel vindt. En die plug-in hybride overigens ook nog wel. Aanbod van de X5M, het aanbod van de X5 F15 deze generatie is op marktplaats heel erg ruim voor het soort auto en de aanschafprijs meer dan 200 stuks. Prijzen beginnen met 25.000 euro, dan heb je diesels met behoorlijk wat levenservaring en je kunt ook het driedubbele kwijt en dan is het vrij jonge exemplaren, vaak weinig kilometers en de duurdere exemplaren, dus de dikke benzines, dat soort auto's. Dan de aandachtspunten van de BMW X5 F15, bouwjaar 2013 tot 2018. Ik zeg er maar weer even bij. Ja, over het algemeen, dit soort grote crossovers, SUV's, het is natuurlijk heerlijk en het rijdt fantastisch. Maar running costs zijn ook hoger. Brandstofverbruik is gewoon forser dan met een vergelijkbare 5-serie. Maar ook banden, remmen, onderstel. Alles slijt wat harder doordat hij wat hoger is, wat meer gewicht meeneemt. En ook bandenmaten zijn best wel exotisch. Zeker een versie zoals dit. Ik spiekte net even 325 achter. Het ziet er fantastisch uit. Maar als je even gaat googlen wat dat kost, dan schrik je wel een beetje. Het zijn 21 inch overigens, deze velgmaat. Dat zijn gewoon dure banden. Dus daar moet je wel een beetje rekening mee houden. Dat dit niet ook als je een exemplaar kan wat niet zo duur is, dat toch het geld wat je er uiteindelijk aan kwijt bent om hem netjes rijdend te houden, best fors kan zijn. Dan qua carrosserie en interieur. Ja, niet echt een aandachtspunt, maar meer als je auto's aan het zoeken bent. Dat geldt overigens voor veel BMW's, eigenlijk vanaf de 5. Als er een 5 in het cijfer staat, dan heb je sportstoelen of gewone stoelen of comfortstoelen. En die comfortstoelen hebben nog weer meer verstelmogelijkheden. Bijvoorbeeld ook de rugleuning, die kromming kan je dan aanpakken. Je kan hem bij wijze van spreken zo zetten of juist zeg maar zo naar achter laten leunen. Dus dat moet je gewoon even weten dat die opties er zijn. En misschien vind jij sommige stoelen gewoon
veel lekkerder zitten dan anderen. Over het algemeen zijn de meeste mensen het fan van die sport- of comfortstoelen. Ik denk niet dat er heel veel auto's te vinden zijn die de normale stoelen hebben. Maar wees je ervan bewust dat er verschillen zijn. En dat dat dus ook kan zijn dat je veel lekkerder zit in een bepaalde stoel. Nu we het toch over de stoel en de rest van het interieur hebben. Redelijk degelijke materialen, behoorlijk slijtvast. Behalve wat instapschade wat kan voorkomen, eigenlijk vooral bij de bestuurderskant. Weet je, aan de zijkant van de stoel zie je dan wat barsten ontstaan. Dat je daar toch vaak even op gaat zitten. Materiaal vaak toch even wat, van wat mindere kwaliteit is geweest. Er zijn ook wel gevallen bekend dat dat onder garantie is verholpen. Maar ja, goed, let daar op. Aan de andere kant is ook weer geen halszaak. Maar sommige mensen die storen zich daar natuurlijk wel enorm aan. En reparatie is natuurlijk mogelijk, maar wel een dingetje om op te letten. Omdat het een gezinsauto is, zijn er misschien ook gezinnen in vervoerd. En misschien ook wel kinderen met veel stiften, met lompe dingen die ze... Het is een, wat dat betreft echt een gebruiksvoorwerp, een BMW X5. Dus kijk gewoon even naar dat soort schalen. Hè? Dat je niet een toch behoorlijk beschadigde achterbank stiekem hebt en dat soort zaken. Het materiaal is redelijk degelijk, maar het type auto, daar gooi je snel wat kinderen en wat spullen in. En let je daar toch een stuk minder op dan in de Ferrari, waar je misschien ook weer rijdt. Nee, weet je, je snapt wat ik bedoel. Dan een algemeen punt voor offroaders. Ik denk dat het steeds minder relevant wordt. Maar ja, dit is een auto die offroad zou kunnen. En als je de persite van BMW bekijkt, dan is er vast. Er zijn ook beelden te vinden van een X5 die een hele epische heuvelklim doet en door de modder ploegt. Gemiddelde rijder doet dat niet, maar kijk toch even de onderkant. Zeker dingen als je over rotsen of houtblokken hebt gereden, kan daar natuurlijk beschadigingen zijn. Eigenlijk is de kans heel klein dat je dat gaat zien bij dit soort auto's, maar toch, ik wijs jullie er graag wel even op. Dan hebben we windgeruis, met name de bestuurdersdeur. Hij hoort behoorlijk stil te zijn, maar het schijnt dat je een beetje tegen kan duwen, dat je dan hoort, of als je dan opeens windgeruis hoort of het raam. Als ik zo voel, dan denk ik, dat duw je helemaal niet naar buiten. Maar er zit wat in de afstelling waardoor dat kan optreden. Dus als je denkt, het maakt toch wat herrie, dan is dat misschien niet een heel groot effect, maar juist alleen afstelling van de deuren. Achterklep, rammelende bevestiging, de haak zeg maar waarmee die vast klikt. Soms ook afstelling, soms vervanging van de bevestiging zelf. Maar ook eigenlijk allemaal nog niet hele dramatische punten. Wat dat betreft valt het mee. Maar we moeten nog naar het onderstel. Ook daar gaat het meevallen. Even los van die hoge running cost waar ik het ook wel over had. Banden is wel een ding om naar te kijken. Serieus. Omdat het, weet je, als ze al bijna af zijn, dan ben je misschien die eerste €1000 al kwijt. Zeg maar in je eerste jaar moet je alleen een paar nieuwe banden moeten hebben. Dus dat is een ding om wel echt even naar te kijken. En qua onderstel zijn er een aantal verschillende opties. Het meest degelijke is het normale stalen onderstel. Dat is gewoon stalen veren, niet adaptief. Daar kan het minste aan stuk. Sommige mensen vinden dat oncomfortabel of oncomfortabeler. Het is stevig. Optie die er daarna komt is adaptieve demping. Adaptieve dempers, ook dat kan stukken. Dat gebeurt niet snel, maar is wel comfortabeler. Dan kan je ook nog luchtvering op de achteras hebben. Ook weer comfortabeler. Maar luchtvering, dat heeft gewoon simpelweg niet het eeuwige leven. Kan gaan lekken, komt ook weer niet waanzinnig veel voor. Maar eentje om mee rekening mee te houden. En dan heb je nog actieve rolstabilisatie. Hartstikke mooi. En dan gooit die stabilisatoren eigenlijk los. En dat is weer comfortabeler en ook weer sportiever in de bocht. Dat is een hele mooie optie. Maar ook dat is een elektromechanisch, ik moet het goed zeggen, systeem. Dus alles kan stuk. Komt niet waanzinnig veel voor, maar weet je in ieder geval bewust van dat er verschillende onderstelopties zijn. Dus net zoals met de stoelen, als je denkt, deze rijdt wel lekker, maar ik vind de kleur niet zo mooi. Als je dan in een andere auto stapt, die heeft andere stoelen, ander onderstel, dan kan het wel eens heel erg anders aanvoelen. Dan qua aandrijflijn. Beginnen met de automatische versnellingsbak. Heeft die standaard volgens mij de X5 van deze generatie. De eerste generatie was nog wel eens met een handbak te vinden, maar past eigenlijk niet bij het soort auto.
De bak hoef je nooit wat aan te doen volgens BMW. Sealed for life, nooit nieuwe olie in. En toch is dat wel aan te raden op het moment dat de kilometerstanden hoger worden. Je kan de bak ook laten spoelen, dan gaat hij gewoon beter van schakelen. Kan ook beginnende problemen vaak dan weer oplossen. Dus dat is iets om in het achterhoofd te houden. Dan hebben we een hele mooie V8 motor in de X-Drive 50i. Superleuk natuurlijk. Maar dat is een motor die een beetje berucht was in de vorige X5. Maar in deze generatie lijken de meeste problemen redelijk opgelost. Dus is het niet meer zo'n rampenbak. Een beetje internettermen over dat soort auto's. Rampenbak valt misschien nog wel mee en het is ook allemaal weer te fixen. Maar deze generatie, wat dat betreft, een stuk betrouwbaarder. Er zijn een aantal incontinentieprobleempjes die die X-Drive 50i kan hebben. En ook een beetje olie verbruiken, staan ze ook wel onbekend. Maar goed, ja, jullie peilen toch netjes olie, houdt dat toch netjes in de gaten. Net zoals wij dat ook netjes doen. Dus dat is niet heel erg dramatisch. Dan is er op internet ook wel wat te vinden over de hoge druk brandstofpomp van Bosch. En ik ga even spieken, de CP4 heet dat ding volgens mij. En met name in Oost-Europa, Verenigde Staten, wel issues mee geweest. Ook verlengde garantie, et cetera. Dat komt met name door slechte kwaliteit brandstof. Daar hebben wij hier geen probleem mee. We hebben eigenlijk hartstikke mooie brandstof en ook nog premium brandstoffen. Dan vindt die motor nog lekkerder. Maar je kunt natuurlijk een exemplaar tegenkomen van de BMW X5. Een X-Drive 50i hebben we het dan specifiek over. Die geïmporteerd is uit Oost-Europa, wat ongebruikelijker. Maar er komen best wel wat auto's ook uit de Verenigde Staten over. Dat zijn sowieso auto's waar je even heel goed moet kijken wat er mee aan de hand is geweest. En waarom die überhaupt deze kant is opgekomen. Maar ja, die zou daar last van kunnen hebben. Als dat zo is, die brandstofpomp door de slechte kwaliteit, dan kunnen er metaaldeeltjes gaan loskomen en die gaan dan het hele brandstofsysteem door. Dat is niet zo lekker. Maar goed, het probleem is eigenlijk niet existent in West-Europa. Maar ja, er zouden auto's deze kant op kunnen komen die dat wel hebben. Dan hebben we nog wat elektronische dingetjes. Nou, hou je hart maar vast. Nee, ook dat valt eigenlijk wel weer mee. Belangrijkste is de achteruitrijcamera, maar dat zie je ook vrij snel of die het wel of niet doet. Dat is wel een punt, die gaat wat regelmatig stuk. En als je natuurlijk allerlei dingen aan het controleren bent, doe dan ook gewoon even alles. We hadden het net over de stoelen, sport- en comfortstoelen. Comfortstoelen is gewoon heel veel aan te verstellen. Het is niet een probleemgeval, maar check gewoon alles even. Of probeer zoveel mogelijk uit dat het allemaal gewoon lijkt te werken zoals dat moet. En een puntje waar wel wat vaker issues mee zijn, ik ga nu proberen te bedienen. Elektrisch verstelbaar stuurkolom, deze doet het gewoon netjes. Kan wat issues hebben, kan ook wel weer zichzelf oplossen blijkbaar. Dus dat er toch iets met een contactje of iets dergelijks is. Maar ja, check hem even of die te verstellen is. Het is toch lullig als dat stuurwiel te ver weg staat en je krijgt hem niet meer naar je toe met dat knopje wat hier aan de zijkant zit. Ik zie dat deze auto trouwens ook stuurwielverwarming heeft. Lekker, ook een knopje voor. Dat was het voor aandachtspunten voor BMW X5 F15. Het valt mee. Redelijk degelijke auto. Wat dat betreft goed nieuws. Dit exemplaar vonden we bij Vossenstein. Die kennen jullie natuurlijk. Zit langs de A2 als je van Utrecht naar Amsterdam of vice versa rijdt. Dan zie je vaak allemaal leuke auto's daar staan. Een mooie M50D. Dus dat is het bijzondere turboblok met bijzonder veel vermogen. En dit rijdt gewoon goed. Dit is past wel erg goed bij het soort auto. Bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren als je op YouTube deze video kijkt. Notificaties aanzetten. Even te reageren. Noem het allemaal op. We zien je weer in een volgende video. Toedeledokio. Ben je op zoek naar een tweedehands auto en wil je onze hulp? Of ben je een autobedrijf en heb je een hele leuke occasion staan waarvan wij een video mogen maken? Mail dan even naar tipzetautoblog.nl.